Goedemorgen mensen, welkom bij een nieuwe Het Waait Wel Weer Over. Het is vandaag maandag. Daphne is naar het werk, die heeft haar laatste werkweek, daarna is ze vakantie. We hebben gisteren al even gekeken naar een mogelijke vakantie. We willen heel graag naar Frankrijk. Kom maar, boeba. Goed zo. Nee, hij heeft er nog geen zin in. Hij heeft trouwens een harnas aan, dat zag je al. Gaat heel goed, hè. Ik heb het idee dat hij er veel rustiger in wandelt, dat hij veel meer zijn eigen tempo heeft. Voorheen liep hij met het halsbandje liep hij altijd veel sneller. En dat was op zich wel chill natuurlijk, want ja, loop je lekker door. Ik heb zelf altijd wel een aardig tempo in het lopen. Maar hij loopt nu veel rustiger en ik had eerst het idee dat kwam dat hij aan het harnas moest wennen. Maar ik heb eigenlijk nu een beetje het idee dat hij nou gewoon veel chiller loopt en dat hij daardoor langzamer loopt. Hij loopt ook echt super grappig mee. Echt heel trots loopt hij ermee. Zo schattig. Het staat hem ook wel stoer. Maar goed, ik was over onze vakantie aan het stellen. Wij willen eigenlijk wel heel graag naar Frankrijk. Even kijken hoe dat gaat met alle maatregelen en zo, en of het allemaal veilig is. Maar zoals het er nu uitziet, kan dat gewoon. Dus dat willen we wel heel graag. Het wordt ineens met de weer. Het begint te waaien. Het is heel grijs. Ik heb het gaat regenen. Maar zoals het er nu uitziet, kan dat gewoon. We zitten te kijken naar de Dordogne. Daar zijn we nog nooit geweest. We hebben al aardige vakantie gehad in Frankrijk. Met z'n tweeën. Dat is met de ouders ook al vaak in Frankrijk geweest. Maar de Dordogne zijn we al bijna nooit geweest. En het lijkt ons op zich wel een mooi gebied. Dus we zijn daar een beetje aan het kijken naar een leuke camping. We willen namelijk wel kamperen. Dat vinden we allebei wel heel erg leuk. En gezellig. Maar we zoeken nou wel een beetje een camping die gewoon klein is en in het bos staat. Gewoon echt een natuurcamping. En er moet niet al te veel heisa rondomheen zijn. Als je een beetje snapt wat ik bedoel. Dus geen grote speelpark voor kinderen. En een groot zwembad hoeft ook niet. Weet je, een klein zwembad is op zich prima. Maar we willen het liefst dan een riviertje of zo, weet je wel. Dus er moet niet te veel lawaai mee zijn. Het moet gewoon een rustige camping zijn. En dat hebben we altijd. We kijken vaak naar municipals. Camping Municipal, dat is de gemeenschappelijke camping. Dat zijn vaak wat kleinere campings en die zijn niet zo duur. En dan komen vaak ook veel Franse mensen en dat zijn altijd wel hele chille campings. Het zijn volgens mij campings die in de beheer zijn van een gemeente. En dan zit dan iemand op die dat al mooi begunt en zo. Maar het zijn hele basic campings zonder al te veel poeha. De voorzieningen zijn ook allemaal heel simpel. Maar dat vinden wij helemaal prima. We zijn niet echt van die mensen die nou per se heel veel luxe nodig hebben. Als er gewoon een fatsoenlijke wc is en een schone douche, dan ben ik al tevreden. En de sfeer is daar gewoon echt super chill. Zoals ik al zei, zijn er ook vaak gewoon heel veel Fransen die daar op vakantie gaan. Dus het is niet zo'n camping die helemaal vol zit met van die lompe Nederlanders die de hele dag aan het barbecue zijn en luide muziek op hebben en schreeuwende kinderen. Nee, het is gewoon echt een hele chille sfeer. Heel rustig. En dat is precies wat we zoeken. En we hebben al een aantal campings gevonden die wat zouden kunnen zijn. Maar ik heb niet het idee dat de perfecte camping er al tussen zit. Maar het is toch altijd wel lastig. Maar ik heb wel heel veel zin in vakantie. En misschien dat we zelfs volgende week of zo al weggaan. 8 juli had Daphne het over. Ja, dat volgende week woensdag volgens mij. Ja. Nou ja, misschien een weekje later of zo, ik weet het niet. Maar wel heel veel zin in. En dit is trouwens mijn 98ste Het Waait Wel Weer Over vlog alweer. En ik heb ooit al wel eens gezegd dat ik misschien door zou willen gaan tot de 100. Dat ik dat wel een mooi doel vond. En ik denk ook dat dat hem gaat worden. Ik weet het niet helemaal zeker, misschien ga ik nog wel iets langer mee door, maar ja, deze vlogs zijn ook ooit begonnen om een beetje het leven tijdens de hele coronacrisis te laten zien. Maar alle maatregelen zijn nu versoepeld. Hier in de Twente in de achtergrond lijkt het er ook op dat er geen gevallen meer zijn. Tenminste, in ieder geval niet meer die er zijn en bekend zijn. Dus ja, het is eigenlijk al een beetje overgewaaierd. Dus ik denk dat 100 een heel
heel mooi punt is om te stoppen met deze Het Waait Wat Erover vlogs. Ik weet niet wat ik daarna ga doen. In ieder geval ga ik wel gewoon door met updates als jullie gewend zijn. Maar ik ben wel heel erg gewend geraakt aan dagelijks vloggen, moet ik zeggen. Het is echt heel erg deel geworden van mijn leven. En het voelt ook helemaal niet als iets wat ik extra moet doen. En ik ben eigenlijk helemaal niet mee bezig. Het gaat behoorlijk vanzelf, moet ik zeggen. Dus ik vind het ook echt heel leuk. Het is heel natuurlijk geworden. En ik heb ook wel eens vlogmas gedaan. En toen was ik er heel erg druk mee. Ja, dan was ik de hele dag druk bezig met dat ik alles moest vastleggen. En alles moest vloggen. En ik moest leuke dingen doen. En dat heb ik hier niet. Hier is het gewoon dat ik denk, oh, dit is leuk. Dit wil ik vloggen. Of dit wil ik vertellen. Dit wil ik met jullie delen. Het is gewoon veel minder geforceerd. Dus ik vind het gewoon ook echt heel leuk. Ik denk ook dat dat gewoon komt omdat ik deze vlogs ben begonnen met, ja, dus ik zie het wel. Ik wil gewoon een beetje vastleggen wat we allemaal doen tijdens de coronacrisis en zo. We waren natuurlijk aan het klussen en zo. Dus het is gewoon heel chill gegaan. En ik vond het ook echt leuk. En ja, de vlogs hebben het ook super goed gedaan. Ik denk ook daarom dat het gewoon een stuk minder geforceerd is. Zo, wat een mooie lucht zeg. Ja, ik vond het echt heel leuk. Nou goed, we hebben natuurlijk nog een paar dagen, maar ik moet maar eens kijken wat ik daarna ga doen. Of ik van weekvlogs ga doen, of dat ik even pauze neem en dan toch nog weer verder ga met dagelijks vloggen. Ik weet het niet, ik wil ook heel graag jullie input daarover. Kijk, als jullie dan zeggen, allemaal maar zelf zeggen van nou, ik wil dat je doorgaat met dagelijks vloggen. Ja, weet je, dan zeg ik niet dat ik het ga doen. Maar dat is dan wel weer een extra motivatie, denk ik. Maar ik vond het wel heel erg leuk. We gaan het zien. Daphne is thuis. En die is met Delta aan het bellen. Dat wordt onze nieuwe internetprovider. Dus we gaan namelijk overstappen van Kaiwan naar Delta. Maar daar hebben we morgen een afspraak voor staan dat de monteur komt. Maar morgen is er niemand thuis. Ik moet namelijk naar de orthodontist. Dus het is te hopen dat die afspraak verzet kan worden. Daphne staat nu in de wacht. Ik had vanmorgen ook al gebeld, maar toen was het allemaal heel erg lastig. En omdat ik ook iemand aan de telefoon niet zo heel erg veel zin in haar werk had. Dus ik dacht oké, het zal. Maar dan ben ik nog maar een keer. Want ja, ik wil de deur op zich ook wel openlaten, dat diegene er gewoon in kan. Nee, in principe kan ik het prima zelf installeren. Maar dat zat nou eenmaal bij dat de monteur het kan installeren. Want die optie kon je ook niet uitzetten. En ik heb hier de doos al liggen. Dus ja, ik dacht, nou, dan moet hij maar komen. Maar ja, anders installeer ik het gewoon zelf en dan moet je die afspraak maar op de een of andere cancelen of zo. I don't know, er moet vast iets mogelijk zijn. Nou, het is allemaal geregeld, de afspraak is geannuleerd. We mogen het zelf installeren. Dus dat is mooi. Nu gaan we eten. Deze macaronipasta heb ik een paar dagen geleden ook gehad. Wederom met gebakken aardappeltjes. Jacin. Ja, het is best wel koud weer. Dit was echt voor het warme weer, maar ik vind dit er nou wel lekker mee. Ja, dat is wel waar. En die aardappels moeten kopen, dat is gast kapot. Goed punt. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo van. Ik heb net... Wat heb jij lopen snacken? Muesli. Oh. Ik gewoon rechtstreeks uit de zak. Ja. Oeps. Ongezond. Ja. Ik had honger. Het was een beetje 4 of zo en ik had honger. Ik ga er echt niet checken meer. Nee. Je moet ook boodschappen doen. Ja, ik moet ook boodschappen doen. Ik heb geen lusje eten. Nou, grappig, ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou, de wifi-router is aangesloten. Ja, doet hij het? Ja, hij doet het. Ziet er wel een stuk netter uit als die oude van ons. Ja, die heeft de verbouwing nauwelijks overleefd. Ik hoop dat ons wifi-signaal bovenaan ook gelijk een stuk beter is. Want dat was altijd wel een beetje ruk. Ja, het kwam ook wel omdat die router half gestopt was. Mijn broertje staat heel ver staan. Dat voelt het niet zo heel erg fijn. Zij viel ook soms uit. Dus ik hoop dat het nou allemaal weer goed doet. En het doet in ieder geval wel. Dat is wel heel chill. Nou jongens, dit is echt bizar. Dat ga je niet geloven. Annie was toch haar bandje kwijt. Stond ze buiten ontzettend te miauwen. Bijna hysterisch zou ik het willen noemen. Want ik dacht, oké, die wil je voor heel erg graag naar binnen. Doe ik de deur open, staat ze. Ik denk, ach nee, ja, ze heeft weer iets gevangen, een muis of zo. Heeft ze haar bandje meegenomen? Wat? Waarom? En hoe? En wat?
Wil je graag je bandje weer om, Annie? Waar ben je eigenlijk, Annie? Oh, daar. Wil jij je bandje weer om? Echt bizar. Hij lag hier dus echt niet meer, hè, voor de duidelijkheid. Hij was echt weg. Ik heb echt goed achter het huis gekeken. Langs het huis ook. In huis was hij dus ook niet. En ze heeft me gewoon dus echt weer meegenomen. Ze heeft me gewoon echt opgehaald. Bizar. Heel raar. Hij is niet zo mooi, maar ik denk dat ze ergens door de bosjes of zo is ze mee gegaan. Dat hij daar af is gegaan, ik weet het niet. Maar ze heeft hem meegenomen. Nou, hartstikke leuk. Ik zal het af en straks even laten zien. Kijk wat hij ermee wil. Maar ja, ik denk wel dat je je nieuwe bandje om krijgt hoor, Annie. Hallo. Hi. Heb je snel gedaan? Oh. Weet je dat het stom is? Want die was gaat dus ik kom. Maar dan zijn die spuitdingers in de hand. Oh, dat is wel stom. Dat is wel raar. Dan is het toch maar gewoon een beetje voor klaar. Ik denk al, dat heb je al heel snel gedaan. Jammer. Ik heb nog twijfel om wat trainen te hebben. Ja, dat is ook wel zo wat. Moet je kijken wat Annie mee heeft genomen. Ah joh. Ja. Apart hè? Dat is heel raar. Ze stond buiten donders te miauwen. Ik denk, nou die wil wel heel graag naar binnen. Ik kijk, stond ze dus inderdaad met iets te... Ja, zo weet je, alsof ze wat had. Ik denk, nee. Had ze deze in de bek? Wat apart. Ja, nou raar hè? Hi Annie, wil je graag je bandje weer? Raar. Ja, gek hè? Ik vond het heel raar. Heel raar. Ja, vond ik dus ook. Noem ik altijd dat vaker? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Vet gek. Ja. Misschien dat ze daar ook wel zo aan jou is, dag dat ze dat bandje kwijt was. Zou het wel heel ver gaan. Ja, dat lijkt mij wel. Bedoel. Ja, ik weet het ook niet. Ja, ze is er heel gelukkig mee. Zo staat het dus ook buiten. Nee. Wees zo gehecht aan je bandje. We liepen net door het park. Toen kwamen onze buren tegen. Die waren bezig in de buurtmoestuin. En nou hebben we van alles meegekregen. Mochten we zelf snijbonen plukken en zo. Of spersiebonen krijgen. Nee, pultjes. Pultjes, oh ja. Kijk. Vet leuk. En we hebben twee radijsjes. En twee radijsjes. Ja. Mocht die halve woestuin mee. Ja, nee, joh. Inderdaad, die zegt, oh, neem dit ook mee. En sla en shallotjes en weet ik wat allemaal. En bieten en weet ik veel. Hallo, zwijntje. Hi, jullie zijn leuk. Hi. Ja. Maar goed, dat was natuurlijk een beetje allemaal niet nodig. Met pultjes waren wij al heel erg blij, maar superleuk. Die buurtmoestuin is ook zo leuk. Er staat zoveel in. Misschien als het straks nog niet donker is, hebben we er nog langs lopen. Dat ik hem nog even kan laten zien aan jullie. Kijk, dit is onze buurtmoestuin. Heel erg mooi aangelegd. Er staat echt van alles in. Daar achterin staan de boontjes. Langs de trektaar die ik zelf heb geplukt. Ja, er staat nog veel meer. Wat het allemaal precies is, dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat dat shallotjes zijn. En ergens zat ook nog spinazie, maar die was niet meer goed, want die had te lang gegroeid of zo. Dus dat was niet meer eetbaar. Dus een put. Heel erg leuk. Ja hoor, we houden de traditie er gewoon even in. Het is een van de laatste Het Waait Wel Weer Over vlogs. En ja, ik ben uiteraard gewoon weer vergeten om... af te sluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je de vlog leuk vond, geef hem dan een duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen wel weer voor een nieuwe Het Waait Wel Weer Over. Dag!